Zondag 3 juli, weekend van het OLS in Mijl, uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd wees de Heer 72 leerlingen aan en zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarin hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Ga dan, maar zie, ik zend u als lammeren onder de wolven. Neem geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drink wat ze u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tot hen: het Rijk Gods is u nabij." Zo spreekt de Heer. Dit weekend in Mijl, de plek waar nu het evangelie gelezen is, het grote OLS. In het evangelie van deze weekend horen we dat Jezus zijn leerlingen uitzendt, 2 aan 2, met ook de opdracht: verkondig, het Rijk van God is nabij. Niets, geen materiële bezittingen, geen extra geld, reiszak, niets mag je tegenhouden. En de opdracht van de Heer heeft een stimulerend karakter. En er is een zekere haast bij, want de oogst staat rijp. En in deze kerk is in september om de 3 jaar ook het grote oogstdankfeest in Mijl. Die oogst is niet voorbehouden aan zijn leerlingen, de 12. Jezus zendt al zijn leerlingen die hij heeft en hij zendt ze naar alle plaatsen waarin hij zelf van plan is om te gaan. Jezus zelf is de eerstgezondene van de Vader, die onze liefde van God de Vader heeft verkondigd. De liefde van de Vader voor alle mensen. Anders gezegd, Jezus zelf is het gezicht van God die naar ons mensen kijkt. Jezus heelt en geneest mensen naar ziel en lichaam. Jezus heeft lief, verzorgd en geneest. Hij laat hen weer lopen, hij geeft hen weer kracht. Elke dag opnieuw volgt Jezus ook het tekort aan liefde aan. En dat is een groot tekort in deze wereld. Dit weekend is het OLS, maar eigenlijk denken we vooral aan de vrede. Een tekort dat ontregelt. Massa's mensen in de wereld, in alle continenten, volgen hem en vragen zich af wat hij nog steeds kan betekenen als gezicht voor de wereld aan verandering. Katholiek zijn is in de voetsporen van de Heer treden, geen vrijblijvende zaak. Christen ben je als je deze liefde van de Vader verkondigt, beleeft aan de mensen om je heen die je ontmoet. En dat zijn er dit weekend in Mijl velen uit heel Limburg, Belgisch en Nederlands. Liefde kent geen grens. Liefde kent geen maat. Ook die oogst is groot. In iedere tijd, ook onze tijd, is er ook een grote nood. Mensen die zoeken, mensen die snakken naar een luwe levenstijdstijl. Wanneer we in deze wereld, die niet bepaald uitblinkt in menselijkheid, deze liefde van God als katholiek willen beleven, dan zullen we, en Jezus is daar eerlijk in, ook ons vaker kwetsbaar voelen. Maar mogen deze vreugde, deze vrede van de Heer, waarin Limburg vandaag op deze plek samenkomt, ons hart vullen en vervullen.
in deze nieuw begonnen maand juli van het kostbaar hart van Christus, zijn kostbaar bloed, beter gezegd. En voor alle noden van de wereld, voor alle noden van het menselijk hart, is er eigenlijk, zegt Jezus, maar één oplossing. Één menselijke en één christelijke maat. Het geven van onszelf. Mensen zijn geneigd een eigen thuisje op te bouwen waar het gezellig is. Als het koud is, sluit je de deur voor de hardheid van de wereld. Sluiten de vensters, de warme gordijnen ervoor. Een soort beperkende sfeer. Men voelt zich veilig, knusjes in huis. Maar christenen houden steeds de vensters, de deuren op de wereld open. Zodat ook de nood van anderen niet alleen zichtbaar blijft, maar ook binnen mag komen. We sluiten ons niet op in ons eigen wereldje, maar trekken het dorp, de wereld in. Om het hart van ons thuis te bieden aan anderen. Vandaag in mei al heel bijzonder zichtbaar, maar mogen het ook zichtbaar worden in de grotere wereld. Amen.